Waarom is het belangrijk om constipatie te bestrijden? Hoe vaak per dag heb je een stoelgang? Wist je dat we in ideale omstandigheden 1 keer per maaltijd naar het toilet zouden moeten gaan? We hebben mogelijk echter het gevoel dat het normaal is om maar 1 keer per dag naar het toilet te gaan en in veel gevallen is het zelfs niet eens zo vaak of gebruiken we laxeermiddelen. Blijf lezen om te ontdekken waarom het zo belangrijk is om constipatie te bestrijden en ook een aantal natuurlijke tips om juist dat te doen. In dit artikel zullen we de waarheid over constipatie uitleggen en de fundamentele redenen waarom je het wanneer mogelijk zou moeten behandelen met voedingsmiddelen en, of natuurlijke supplementen, zodat je veel gezondheidsproblemen in de toekomst kan voorkomen. Wat gebeurt er wanneer we constipatie hebben? Wanneer we regelmatig en op willekeurige momenten last hebben van constipatie, door bijkomstige redenen, zoals dieetveranderingen, stress, etc., dan hopen de fecale overblijfselen die we niet uitscheiden op in onze darm en vergroten we de toename van bacteriën. Sommige bacteriën zijn gezond wanneer ze in balans zijn, maar wanneer de waarden vergroten en afval gaat gisten of rotten, dan kunnen we last krijgen van sommige van de onderstaande gezondheidsproblemen. De absorptie van giftige stoffen. Het colon is de plek waar voedingsstoffen in de bloedstroom komen. Als we jammer genoeg last hebben van constipatie, zijn de schadelijke stoffen die in het bloed komen via de darmwanden giftige stoffen die door ons hele lichaam zullen verspreiden. Dit zorgt ervoor dat ons lichaam zichzelf langzaamaan vergiftigt en genereert degeneratieve of chronische ziektes, ontstekingen, kiestes of tumoren, gewrichtsproblemen, huidproblemen, een overbelasting van de lever en nieren etc. De toename van parasieten. Zoals eerder vermeld, verschijnen intestinale parasieten in een darm die overbelast is met giftige stoffen. De beste bekende is Candida, maar er zijn andere bekende types zoals lamblia's, rondwormen of lintwormen, die over het algemeen de volgende symptomen veroorzaken. Eetstoornis. Zonder duidelijke reden een overvloed of gebrek aan eetlust, opgezette ogen onrust en nervositeit jeuk op het puntje van je neus, ogen of in het anale gebied verwijde pupillen verslechtering van darmstoornissen, constipatie, diarree, slapeloosheid zonder duidelijke reden vermoeidheid hoofdpijn. Ontsteking van de darmwanden. Als we niet regelmatig last hebben van constipatie, dan hoeven we ons geen zorgen te maken. Als we echter ons hele leven last hebben van constipatie en gedurende lange periodes, dan moeten we er een einde aan maken, omdat het ook een progressieve ontsteking van de darmwanden kan veroorzaken, wat erger zal worden wanneer we ook medische of zelfs natuurlijke laxeermiddelen zoals zenuwbladeren consumeren. Onze darmwanden zijn ook verbonden met ons immuunsysteem, dus als ze aangetast zijn kunnen we mogelijk last krijgen van terugkerende verkoudheden, een zere keel, griep, allergie enzovoort. Als we 3 maaltijden per dag eten, dan zouden we ook op regelmatige momenten 3 keer per dag een stoelgang moeten hebben. Dit is mogelijk onrealistisch voor de meeste personen, maar het zou minimaal 2 keer moeten zijn om ervoor te zorgen dat onze darmen goed werken. Het hangt ook af van hoeveel we uitscheiden.
Hoe zou de ontlasting eruit moeten zien? Andere dingen die je in de gaten zou moeten houden naast de hoeveelheid stoelgangen zijn: geur, het zou niet te sterk moeten zijn. Als dit wel het geval is, dan is dit een teken van verrotting en gisting van voedingsmiddelen die we niet goed verteerd hebben. Er zijn een aantal voedingsmiddelen die een sterkere geur hebben, zoals uien of kool. Textuur: de textuur zou normaal moeten zijn. Niet te droog, wat vaak het geval is bij constipatie, of te zacht, wat meer voorkomt bij vegetarische diëten. Kleur: de kleur zou gematigd bruin moeten zijn, maar we weten ook dat sommige voedingsmiddelen zoals rode bieten of groene bladgroenten de ontlasting een andere kleur kunnen geven. Drijvend: soms drijft je ontlasting in het toilet en de meest voorkomende redenen zijn mogelijk een overvloed aan darmgassen of de slechte absorptie van vetten. Ten eerste moeten we leren om beter te kauwen, voedingsmiddelen vermijden die winderigheid veroorzaken en alert zijn op een mogelijke voedselintolerantie. De assimilatie van vetten kan rechtstreeks gerelateerd zijn aan de lever en galblaas, dus we kunnen medicinale planten consumeren om deze organen te helpen, zoals boldo, mariadistel of paardenbloem. Wanneer we een stoelgang hebben, dan zouden we deze moeten kunnen hebben zonder te veel inspanning en zonder het gevoel te krijgen dat we onze darmen niet geleegd hebben. We raden aan om contact op te nemen met een arts of therapeut voordat je start met een behandeling.